onze hulp en onze verwachting. Sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouwen houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten we nu zingen uit de 27e psalm en daarvan de versen 4 en 5. God zal mijn hoofd nu boven vijands benden verhogen, dies wil ik met blij geschouw in zijn tent het offer opwaarts zenden. 4 en 5 van psalm 27.
gemeente doen we nu met de kerk van alle tijden en plaatsen, belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof, met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis, waarna wij zingen op Psalm 105, het derde en 24e vers. Vraagt naar de Heer en zijn sterkte, naar hem die al uw heil bewerkt, zoekt dagelijks zijn aangezicht. Het derde en 24e vers van Psalm 105. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ten rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij openen onze Bijbel in het Oude Testament en daaruit zal voor u worden gelezen uit het boek Exodus, het 33e hoofdstuk, de versen 1 tot en met 17. Exodus 33, vers 1 tot en met 17. Voort sprak de Heere tot Mozes: ga heen, trek op van hier, gij en het volk dat gij uit Egypteland opgevoerd hebt, naar het land dat ik Abraham, Isaac en Jacob gezworen heb, zeggende: aan uw zaad zal ik het geven.
En ik zal een engel voor uw aangezicht zenden. En ik zal uitdrijven de Kanaanieten, de Amorieten en de Hethieten en de Ferizieten, de Hevieten en de Jebusieten. Naar het land dat van melk en honing is vloeiende. Want ik zal in het midden van u niet optrekken. Want gij zijt een hardnekkig volk, dat ik u op deze weg niet verteren. Toen het volk dit kwade woord hoorde, zo droegen zij leed. En niemand van hen deed zijn versiersel aan zich. En de Heere had tot Mozes gezegd: Zeg tot de kinderen Israëls, gij zijt een hardnekkig volk. In een ogenblik zou ik in het midden van uw lieden optrekken en zou u vernielen. Doch nu leg uw sieraad van u af en ik zal weten wat ik u doen zal. De kinderen Israëls dan beroofden zichzelf en van hun versierselen verre van de berg Horeb. En Mozes nam de tent en spande zich buiten het leger, ver van het leger afwijkende. En hij noemde ze de tent der samenkomst. En het geschiedde dat al wie de Heere zocht, uitging tot de tent der samenkomst, die buiten het leger was. En het geschiedde, wanneer Mozes uitging naar de tent, stond al het volk op, en een ieder stelde zich in de deur zijner tent. En zij zagen Mozes na, totdat gij de tent ingegaan was. En het geschiedde, als Mozes de tent ingegaan was, zo kwam de wolkkolom nederwaarts en stond in de deur der tent. En hij sprak met Mozes. Als het volk de wolkkolom zag staan in de deur der tent, zo stond al het volk op en zij bogen zich, en ieder in de deur zijner tent. En de Heere sprak tot Mozes aangezicht tot aangezicht, gelijk een man met zijn vriend spreekt. Daarna keerde hij weder tot het leger. Doch zijn dienaar, Jozua, de zoon van Nun, de jongeling, week niet uit het midden der tent. En Mozes zeide tot de Heere: Zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden, daar gij gezegd hebt: Ik ken u bij naam, en ook, gij hebt genade gevonden in mijn ogen. Nu dan, ik bidde, indien ik genade gevonden heb in uw ogen, zo laat mij nu uw weg weten, en ik zal u kennen, opdat ik genade vinde in uw ogen. En zie aan, dat deze natie uw volk is. Hij dan zeide: Zou mijn aangezicht moeten medegaan om u gerust te stellen? Toen zeide hij tot hem: Indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Want waarbij zou nu bekend worden dat ik genade gevonden heb in uw ogen, ik en uw volk? Is het niet daarbij dat gij met ons gaat? Alzo zullen wij afgezonderd worden, ik en uw volk, van alle volk dat op den aardbodem is. Toen zeide de Heere tot Mozes: Ook dezezelfde zaak die gij gesproken hebt, zal ik doen, terwijl gij genade gevonden hebt in mijn ogen en ik u bij naam ken. Gemeente, verheffen we onze harten tot de Heer, onze God, om zijn zegen te vragen. Getrouw en barmhartige God, wat is toch een wonder in onze ogen dat u voor de tweede keer op deze dag tot ons komt. En dat in alle rust. We hoeven ons niet te verschuilen, het mag in het openbaar. We mochten in alle vrijheid naar uw huis gaan. Hoeveel van uw kinderen zitten nu in gevangenissen
of komen in het geheim bijeen. Onder de grond, in bossen, in levensgevaar. O Heere, doe het ons zien, het grote voorrecht dat wij genieten. Dat niet zozeer wij met u, maar dat u tot ons komt en dat u met ons mee wilt gaan, de week in. O, wilden door uw Heilige Geest geven, dat het ons persoonlijk en ons alle echt om u te doen mag zijn. Want Heere, daar werkt u toch op aan, bij uw kerk. U bent er toch alleen en geheel. U duldt toch niemand naast u of in de plaats van u. Dat is uw eer te na en we belijden het voor uw aangezicht, Heere. Wij zijn van u afgevallen, van natuurlijk kennen wij u niet. En zo wij u kennen, Heere, o hoeveel malen moet u het delen. Staan we zelf weer in het middelpunt? Verwachten we het van onszelf of van een schepsel, van ons inzicht, van onze kracht, van onze zogenaamde wijsheid? Want Heer, het is alles inbeelding. Want zonder u, o leer het ons, Heer, kunnen wij niets doen, maar met u. En daartoe, Heer, roept ons toch bijeen. Opdat we het hier in dit leven zouden leren. Opdat we het straks eeuwig zouden beoefenen. U straks eeuwig zouden aanhangen. Betrouwen en liefhebben. En dat van ganse hart en van ganse zielen. En met alle krachten. O Heere, u lokt ons daartoe uit. Want we mochten het zo zingen. Zoek mijn aangezicht. O, ontvliet het verderf en zoek mijn vriendelijke aangezicht. Want dat heb ik ook tot u, tot jou, tot mijn gemeente en Arnhemuiden gewend. U hebt u niet afgewend van ons. Alles getuigt ervan dat u zo alleen echt het goede met ons voor hebt. Heere, leg dan dat verlangen in ons hart. U kunt dat zo wonderlijk werken, Heere. Dat verlangen om u te leren kennen. O, u hebt daar zoveel middelen voor. En het voornaamste middel is toch de prediking van uw woord. Wil ons dan nabij zijn in het spreken. Dat we het in afhankelijkheid en aanhankelijkheid van u mogen doen. Wat is dan een eer om in het ambt te mogen staan. Van ouderling, van diaken, ouderling, kerkvoogd, predikant, evangelist. Maar ook als we in het ambt van de gelovigen gesteld worden. Want we zijn er niet om onszelf, maar we zijn er om u. Opdat u door middel van ons uzelf bekend zou maken aan nog meer. Want als we toch zelf u hebben leren kennen, uw genade hebben leren zoeken en die genade hebben leren vinden, als we toch erachter gekomen zijn dat u uw zoon gezonden hebt, o Heere, en hem hebben leren zien in zijn beminnelijkheid, in zijn uitnemende liefde, dat die zich heeft doodgeliefd om ons het leven te geven. Wat wordt het dan een eer, Heere? Neem dan weg alle vreesachtigheid en alle eigenliefde, dat we onszelf niet voor over zouden hebben, maar geef ons die ware zelfverloochening, dat we het zeggen, zie, hier ben ik, maak u maar gebruik van mij, opdat ook u uzelf bekend maken aan een ander en wil dan zo vanmiddag ook in ons midden zijn. Wil dan ook ons gedenk in het horen, hier en thuis. Geef ons eerbied. O, als toch de koningin eens zou komen. Aller ogen en aller oren van ons zouden op haar gericht zijn. Maar doe ons beseffen dat
u, o koning der koningen, in het gewaad van uw woord tot ons allen en tot ons persoonlijk komt. En ons uitlokt. En aan ons allen en iedereen, moet ik nou zelf meegaan? Heer, dat dan de echo mag zijn, als u niet meegaat, doe ons dan van hier niet optrekken. Dat het ons dan echt om u te doen mag zijn. Want dan zult gij ons gebed horen en verhoren. En wat is dat rijk. Want Heer, het is al zo goed als u ons bemoedigt en vertroost en versterkt door middel van zoveel anderen. Door middel van uw woord. Maar uzelf, Heer. Want als toch de zorgen komen, als onze krachten ons gaan ontvallen, ja, tenslotte het leven ons gaat ontvallen, dan ontvalt u ons niet. O Heer, wat is dat een rijkdom? Geef ons die rijkdom te verstaan. Heere, wil dan komen met uw Heilige Geest in spreken en hoor en neem ons alle op uw genade school. En geef me dat we ootmoedige leerlingen mogen worden en mogen blijven. En aan uw lippen mogen hangen en aan uw voeten mogen zitten. Want genade is op uw lippen uitgestort. Dit vragen wij u eerbiedig, alleen om Jezus wil. Amen. We gaan zingen uit de 80ste psalm, ter inleiding op de preek, psalm 80 vers 1, 2, 5 en 11. Neem Israëls herder, neem ter oren die Jozefs kroost door u verkoren, als schapen gunstig hebt geleid. Psalm 80, vers 1, 2, 5 en 11.
tekst voor de preekgemeente vindt u opgetekend in Exodus 33 en wel vers 15. Exodus 33 vers 15, waar we lezen, toen zei hij tot hem, indien uw aangezicht niet medegaan zou, doe ons van hier niet optrekken. We zetten boven Mozes beden. En dan staan we eerst stil bij de aanleiding tot Mozes verzoek. Ten tweede de inhoud van Mozes verzoek en ten derde de verhoring van Mozes verzoek. Mozes beden, de aanleiding tot, de inhoud van en de verhoring van Mozes verzoek. Allereerst de aanleiding tot Mozes verzoek. Geliefde gemeente, stel dat de Heere zich met ons nou eens niet meer zou inlaten. Met ons persoonlijk en met ons allen als gemeente. Ik denk dat die vast wel een jongen of een meisje zou zijn. Die zal zeggen bij zichzelf, daar moet ik niet aan denken. Want je hebt het eens meegemaakt. Het was je eigen schuld dat je vader en je moeder niet meer tot je spraken. Je had het te bond gemaakt. Wat dacht je toen bij jezelf? Ik heb liever een pak slaag van ze dan dat ze niet meer tot me spreken. Precies. En nou de Heere. Want als hij zich niet meer met mij, met u, met jou, met ons inlaat, dan verbreekt hij die liefdesrelatie. Dan zorgt hij niet meer voor ons. Dan bewaart hij ons niet. Dan beschermt hij ons niet langer. Dan zijn we op onszelf aangewezen. Of op een medeschepsel. Ik weet niet hoe het bij u ligt, maar ik zou geen moed hebben om de week in te gaan. Echt niet, gemeente. Het zou niet gaan. Maar nou gaat het. Want we zullen horen dat de Heere toch meegaat. Toch meegaat. Ja, het is zo'n rijke geschiedenis. We zullen horen dat hij niet alleen Israël, maar ons toe uitnodigt. Dat hij vanmiddag zegt, nou zeg het nou eens. Is het je nou echt om mij alleen en om mij geheel begonnen? Nou, dan zal ik je horen, dan zal ik je verhoren. Want hij heeft de wens van alle die hem vrezen, hun beden heeft hij niet meer afgewezen. En kijk, dan is het begin goed. Want beter nooit begonnen dan zonder God begonnen. Dat is een verkeerd begin. Maar dan is het begin goed. En dan is het midden goed. Want kijk, dan begeeft hij je nooit. Dan verlaat hij je nooit. En dan is het eind goed. En daar gaat het over in onze tekst. Toen zei, toen. Er was een aanleiding toe. Het kwam zomaar niet vanzelf, die beden van Mozes. Want in het voorafgaande vers lokt de Heer hem uit. Dan zegt hij, moet mijn aangezicht met je meegaan om jou persoonlijk gerust te stellen. Mozes was namelijk daar in het gebed aan onderhandelen met de Heer. Kent u dat? En dan lokt de Heer hem uit. Die zegt als je komt er maar vooruit. Zeg nou maar eens in ronde woorden. Zeg nou maar eens in klare taal waar het jou om begonnen is. En als je dan zo de vriendelijkheid van de Heer ziet. En de welgemeendheid van de Heer ontdekt. Dan staat het, toen zei hij tot hem. Indien uw aangezicht niet medegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Toen. Ja, want je moet het thuis maar eens nalezen, hoofdstuk 32. Daar had de Heer ze uitgeleid uit Egypte. En dan gingen ze door de woestijn heen leiden naar Kanaan. En hij stond op punt om aan zijn volk de 10 woorden, de 10 geboden ten leven te geven. Mozes vertoefde namelijk 40 dagen en nachten op de berg om ze uit de hand des Heeren te ontvangen. Maar de Heeren die zagen ze niet. En Mozes, de vertegenwoordiger van de Heeren, die hadden ze al zo lang niet gezien.
En wat gaat het volk nu doen? Ze gaan Aaron pressen tot het maken van wat ze in Egypte gezien hadden, een gouden kalf. En Aaron, notabene, de priester, die gaat overstag. En ze maken daar een gouden kalf. En het wordt feest, want zie, uw goden, het is toch wat? Een schepsel, wat ogen heeft, wat oren heeft, wat handen heeft, voeten, maar ten diepste niet kan helpen. Daar schrijven ze de zegeningen van de God van Israël aan toe. Dan zetten ze in de plaats van de enige waarachtige levende weldoener een schepsel. En ze zetten alles op de kaart van dat dier, van een afgod. En we weten het van de categorisatie af, dat betekent niet wat geen god is. Overspel en afgoderij. Ze verbreken het verbond. En ze gaan met andere goden aan de slag. En dat ziet de Heer, want we leven altijd voor het aangezicht van God. Wat is de Heer vertoond? Want de Heer is jaloers op zijn eer. En dan zegt hij het tot Mozes en die moet het doorgeven. Hij zal zijn belofte aan Abraham, Isaac en Jacob gestaan doen. Hij zal zijn kanen brengen, maar hij zal zelf persoonlijk niet meer met ze meegaan. Hij zal ze begeleiden door middel van een geschapen engel. En die geeft aan Mozes de opdracht om het volk te bevelen hun sieraden af te leggen. Dat wil dus zeggen dat ze zich verootmoedigen over zulk een grote zonde. Sieraad, ja, want kijk, als de Heer je op de school der genade neemt, dan leer je dat je zijn beeld niet meer vertoont. Dat je de heerlijkheid van God kwijt bent. Het sieraad van God kwijt bent. En dat we tegenbeeld vertonen. Dat vertoonde ze. En dat de Heer zelf niet met ze meegaat. Ze raken hun sieraad kwijt. Calvijn zegt, ze worden als het ware door de bliksem getroffen. En er komt een donderwolk aan en die zal hen treffen. Want de Heer gaat zelf niet meer mee. Ze missen hun sieraad. De genade van de God van Israël. En ze gehoorzamen. Ze gaan in de rouw. Ze gaan zich verootmoedigen. En dan geeft de Heer aan Mozes de opdracht om de tent der samenkomst buiten de lege plaats te plaatsen. Want de heilige God kan in en onder zo'n onhandelbaar volk niet meer wonen. Want dan zal zijn toorn van tent tot tent springen en dan zal hij ze alle verdelgen. En zo gebeurt het. Dan wordt de tent, de samenkomst, buiten de lege plaats geplaatst. Maar dan nodigt de Heer Mozes uit. Want dan gaat de Heer met Mozes en Jozua te wacht onderhandelen over dat volk. En moet je eens lezen. Als dat volk zich dan zo verootmoedigd heeft, dan staan ze op in de tent. En in de deur van de tent zouden hun adem in. Want hoe zal dat aflopen? De Heer wil met hen niet meer van doen hebben. Hij wil hoogstpersoonlijk en eigen persoon niet meer meegaan. Maar zal hij dan toch spreken met Mozes ten gunste van hen? En er komt de wolk als teken dat de Heer in zijn goedheid, in zijn genade aanwezig wil zijn. En met Mozes over dat volk wil onderhandelen. En dat is geen bespiegeling, nee. Dan geeft de Heer Mozes ruimte om, ja het is niet ik wat en u wat, nee, om te bidden. De arme spreekt smeking. Want Mozes gevoelt het, het zou verdiend zijn als de Heer zijn aangezicht voor zijn volk zou verbergen, als die niet meer mee zou gaan. En dan gaat de arme smekingen spreken. Dan wordt hij door genade geholpen, want dan mag hij telkens toetreden om geholpen te worden. En dan moet je eens horen wat hij dan zegt. In vers 12.
En Mozes zei tot de Heer: zie, gij zegt tot mij, voer dit volk op, maar gij laat mij niet weten wien gij met mij zult zenden. Hij zegt als het ware: Heere, die taak hebt u mij gegeven. Maar als u zelf nou niet meer de zorg voor dit volk op u neemt, als u die zorg bij mij neerlegt, Heere. Hij spreekt het nog niet zo uit, maar hij zegt als het ware: Heere, daar ben ik niet tegen opgewassen. Hij zegt als het ware: geef mij uw vastgeleide. Alleen kan ik niet verder, geen enkele tree. Neem, trouwe zielenherder, mijn armen mee. En kijk, dat is nou dat echte bidden, daar kom ik straks op terug. En in vers 13 zeg je dan: het is toch uw volk. Het is toch uw verbondsvolk. U hebt niet alleen mij uitgekozen, maar in mij dat volk, daar kunt u toch niet van af. En dan zal het toch blijken, zo kan het toch niet langer duren, Heere. Maak uw plannen met mij voor uw volk bekend. En dan zegt de Heer in vers 14: moet mijn aangezicht dan meegaan om jou persoonlijk gerust te stellen? De Heer die lokt hem uit en zegt: kom er maar eens voor de draad. Zeg het nou maar eens waar het je ten diepste om begonnen is. En dan zegt Mozes: indien uw aangezicht niet meegaan zal, doe ons van hier niet optrekken. Kijk, Mozes vindt het niet vanzelfsprekend dat de Heere meegaat. Wij zingen zo makkelijk: God is ons genegen en onze God geeft zegen. Maar het is niet vanzelfsprekend. Want zijn wij anders dan Israël? Genade leert het toch? Calvijn zegt dat je zo onhandelbaar bent. Dat je zonder de Heere altijd geneigd bent tot afgoderij en overspel. Dat is onze natuur geworden door de val in Adam. Wij kunnen niet laten om iemand of iets in de plaats van God te stellen of naast God te stellen. Ik zal eens een voorbeeld geven. Stel nou eens dat een man of een vrouw ziet, dus hij is er getuige van, dat zijn eigen vrouw of man overspel bedrijft. Kijk, dat gebeurt vaak in het geheim. Ze weet er niks van af. En later komt ze erachter. Een ramp is dat. Pas ook in nieuwe tongen. Moet het huis verkocht worden. Maar kijk, weet je wat zonde is? Want wij leven altijd voor Gods aangezicht. En die heeft zijn verbond ook met ons opgericht. Nou, als je dan gaat steunen op iets of iemand naast God of in de plaats van God, dan is hij daar getuige van. Kijk, we hebben vaak geen besef hoe erg de zonde is in de ogen van God. Dat wij de zegeningen op de noemer van iemand anders zetten.